Hallo lieve mensen, dit is het Atlantis filmpje deel 2. Ik ga zeker tot het eind van het jaar ga ik elke week één Atlantis filmpje opnemen. Dat geeft jullie de kans ook om dingen te gaan onderzoeken of andere leuke filmpjes te gaan bekijken of boeken te gaan lezen. Waarom nu niet een aantal filmpjes? Nou, ik zou heel veel kunnen vertellen. Alleen ben ik nu een aantal uren bezig met een aantal filmpjes en ik heb nog heel veel ander werk te doen. Dus elke week komt er nu op, ik probeer de maandag een filmpje over Atlantis en de geschiedenis van Atlantis te maken. Abonneer je op dit YouTube-kanaal, zodat je elke week even een reminder krijgt dat het filmpje er staat. En dan kan je. Als je denkt van, oh, ik wil ze allemaal even bij elkaar hebben, ook op lumeria.nl, onder nieuws, onder vlogs, maak ik een speciale playlist waarin je eigenlijk die Atlantis-filmpjes heel mooi achter elkaar kan hebben. Vind je het nou leuk om mee te praten? Dat je denkt, oh, ik wil graag ook mijn ideeën of bevindingen wil ik delen? Dan kan dat op mijn Telegram-groep. Telegram kan je de link gelijk hieronder vinden. Dat is mijn grote kanaal. En op het grote kanaal zet ik dan de link naar mijn chatgroep. Denk eraan, ik heb hele strenge regels. En heel kort uitgelegd, ik wil graag weten wie je bent. En nee, je hoeft niet alles uit de doeken te doen, maar als jij een sterretje, een kikkertje, een icoontje hebt als plaatje. Sorry, maar dat vind ik niet voldoende. Je mag natuurlijk wel pretletter heten, alleen dan even een privébericht van hey, nou, ik ben die en die en die. En dit is mijn profiel. Want dan weet ik een beetje wie je bent. Dan, dat is ook om trollen tegen te gaan. Nou, wat doe ik nog meer? Je bent hier in mijn ruimte. En ik zou het heel fijn vinden als jij bij mij komt. Dat jij gewoon je als normaal mens gedraagt. Dus alles wat jij tegen mij zou zeggen als wij live zijn, dat verwacht ik ook dat jij mag zeggen in mijn groepen. Dus, met andere woorden, als je me gaat uitschelden of je gebruikt raadtaalgebruik, dat doen wij toch in het leven zelf ook niet als je bij elkaar op visite komt. Dus de groep is een verlengde van mijn woonkamer, zoals ik dat vertel. Dus dat zijn mijn. Verwachtingen van jou. Verder vind ik het heel belangrijk dat alle woorden aandacht krijgen. Dus GDM, goddomme. Nee, dat was goedemorgen. Nou, zeg dat dan. Dus afkortingen, daar ben ik echt wars van. Dat is wat ons mens maakt. En dat is ook waarom het op Atlantis misging. Dat wij vergeten waren dat wij een beschaafd volk zijn waar iedereen aandacht en tijd krijgt. Nee, het hoeft geen perfecte spelling te zijn. Als ik zie dat jij je best doet en je hebt een letter vergeten of de D's en de DT's, dat doet er niet toe. Maar even, twee F'en of W8 en dan ten. Nee, schrijf dan gewoon wachten of even. Dat is jezelf aandacht geven en ook de ander aandacht geven. Zo belangrijk zijn woorden. Woorden zijn ultieme energiefrequenties. Gebruik ze ook, want jij bent het waard. Nou, kom je gezellig bij mij in de groep. Ik heb ook heel veel die zeggen, nou, Klaaske met haar stomme regels. Mag ook, hè? Alleen we kunnen wel heel leuk met elkaar praten over de inhoud van de Atlantis-filmpjes en ook over andere inhoud. Op Telegram en op Facebook heb ik een inspiratiegroep, mag je ook al. Nou, twee mogelijkheden: Facebook, Telegram en anders in de chatgroepen op mijn platform ontwikkelen.lumeria.nl. Alle linken vind je weer onder in de beschrijving. Dag lieve mensen!